Sowieso komt winterdepressie bij ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking voor. Dat betekent dat er ook mensen zijn met een zomerdepressie. Iemand heeft een depressie als je tenminste 5 verschillende typen depressieve klachten hebt en dat ook minimaal 2 weken lang. Maar de 2 belangrijkste symptomen van een depressie zijn dat je je somber voelt en dat je veel minder interesse hebt in dingen die je normaal gesproken leuk vindt. Daarnaast zijn er ook nog heel veel andere symptomen die bij een depressie kunnen horen. Denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen of veranderde eetlust, gevoelens van waardeloosheid. En een winterdepressie is eigenlijk als de depressie voorkomt puur en alleen in het najaar en de winter. Om te spreken van een winterdepressie moet iemand tenminste 2 jaar achter elkaar een depressief beeld hebben gehad in het najaar en de winter. En bij heel veel mensen keert het wel jaarlijks terug. Verschillende onderzoekers veronderstellen wel dat het te maken heeft met de hoeveelheid daglicht waar je aan wordt blootgesteld. En dat is in de winter natuurlijk veel minder. En dat kan bij sommige mensen de biologische klok verstoren. En daar bedoel ik mee dat de aanmaak van het hormoon melatonine, dat is ook wel het slaaphormoon, dat wat verstoord is. En deze mensen maken overdag te veel van dat hormoon aan. En vaak juist weer wat minder aan van het zogenoemde gelukshormoon serotonine. Sowieso komt winterdepressie bij ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking voor. En er zijn zeker factoren die de kans op een winterdepressie lijken te vergroten. Zo hebben vaker vrouwen dan mannen last van winterdepressies. En komt het ook vaker voor op jongere leeftijd dan op oudere leeftijd. Over erfelijkheid is nog niet heel veel bekend. Maar een paar studies, onderzoek naar tweelingen, geven wel aanwijzingen dat de gevoeligheid voor seizoenswisselingen, dat mogelijk wel een erfelijke component heeft. Voor winterdepressie specifiek is ook met name lichttherapie een goede behandeling. En bij deze behandeling worden mensen gedurende 2 weken, elke ochtend nemen ze ongeveer een half uur plaats achter een speciale lamp met een hoge lichtintensiteit. Die blootstelling aan dat licht helpt om de biologische klok weer te herstellen en ook de aanmaak van dat slaaphormoon overdag te remmen. Winterdepressie is eigenlijk een seizoensgebonden depressie. Dat betekent dat er ook mensen zijn met een zomerdepressie. Dus dat zijn mensen die juist depressieve klachten, waar ik eerder over vertelde, dat juist in het voorjaar en de zomer hebben, waarbij de klachten bij het aanbreken van het najaar weer verdwijnen. Maar dit komt veel minder vaak voor. Ongeveer maar 0,1% van de Nederlandse bevolking. Dus er is ook veel minder onderzoek naar gedaan naar de oorzaken, risicofactoren daarop.